Dames en heren, kijkers, luisteraars. Wij staan hier vlak voor de wedstrijd van UZTC tegen Voelie Achmeni voor de Europa Cup. Ik heb bij mij een van de bestuursleden van UZTC, Jan-Willem Travest. Jan-Willem, heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. En wat verwacht je van vanavond? Nou, ik denk dat het een hele spannende wedstrijd wordt. Ik denk dat de dames zich zeer goed hebben opgeladen. Ik zag ze net binnenkomen. Nou, als je zag dat echt de energie spatte vanaf. En ik denk dat ze echt fel erin zullen gaan. Ja, ik denk dat dat ook zeker nodig is. Het is mooi dat jij dat in die ogen al gezien hebt. Als je even van nog iets verder afkijkt als bestuurslid en je ziet hoe dit staat en hoe dit al een paar dagen leeft. Wat geeft jou dat voor een gevoel? Nou, dat geeft me natuurlijk ontzettend goed gevoel. Want als club, als je zoiets neerzet en zoveel mensen hier naartoe trekt, maar ook alle aandacht die ermee genereert in de stad Utrecht, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor het waterpolo. Ja, zeker. Ik denk dat dat de sport natuurlijk draagt. Hey, en als je dan, als ik het goed heb begrepen, dan ben jij ook binnen bestuur verantwoordelijk voor de communicatie. Als je dan ziet hoe dit UZTC-TV weer nieuw leven heeft, nieuw materiaal. Hoe vind jij dat UZTC zich daarmee positioneert? Nou, ik vind dat heel belangrijk dat je als vereniging ervoor zorgt dat ook mensen die niet naar het zwembad kunnen komen, kunnen kijken. Nou, ook de mensen bijvoorbeeld die nu in het buitenland zijn, die niet hier naartoe kunnen komen. En dat maakt dat je ook je sport gewoon toegankelijk maakt en voor een heel breed publiek bereikbaar. En dat is gewoon heel belangrijk voor de sport. Heb jij al iets gehoord van de grote mensen van de LEN, hoe zij tevreden zijn met onze organisatie? Ik zie een hoop glimmende, lachende gezichten. Hebben ze al iets naar het bestuur toegelicht? Nou, de LEN zegt nooit zoveel, maar ik aan hun gezichten zien, aan de twinkeling in hun ogen zie ik wel dat ze het heel erg leuk vinden. En dat ze de sfeer in ieder geval heel goed vinden. En ze zijn ook heel positief over de opvang en op de manier waarop alles geregeld is. En het is gewoon heel belangrijk dat je als clubblad natuurlijk goed regelt. Maar het is ook heel belangrijk dat ze er heel blij mee zijn. En ze zeggen het niet, maar ik zie het wel aan hun gezicht. Nou, ik denk dat het een heel groot compliment is naar het leger van vrijwilligers wat achter dit evenement staat. Dus dat kunnen we mooi meenemen. Als we nog even teruggaan naar de wedstrijd. Je zei, ik heb vuur gezien in de ogen van de meiden. Voelie Achmeni heeft natuurlijk al een wedstrijd gespeeld vanmorgen. Zal hopelijk misschien een beetje vermoeid zijn. Als jij een kleine tip zou moeten geven voor de uitslag, wat verwacht je? Nou ja, ik ga niet speculeren over uitslagen, dat vind ik gewoon heel lastig. Maar ik denk dat ze met een close finish zouden moeten kunnen winnen. Zeker als ze doorzetten wat ze gisteren hebben laten zien. Toch een stuk felheid, even iets meer op de bal, iets verder erin. Dan kun je gewoon als team heel ver komen. Ook de eerste wedstrijd, nou, dat was voor velen misschien een teleurstelling. Maar ik zag ook in de eerste wedstrijd wel degelijk hele mooie lichtpuntjes. En ook hele goede acties en mooie dingen om te zien. Dus ik weet zeker dat als zij dat doorzetten, die lijn, en vol erin gaan vanavond, dat ze veel verder kunnen komen en dat ze misschien zelfs wel eens met een klein verschil kunnen winnen. Nou, laten we dat hopen. We gaan er in ieder geval van genieten. Ontzettend bedankt en heel veel plezier bij de wedstrijd. Graag gedaan.